Wethouder CISO ging blind een blokje om. Dit is het RTV Apeldoorn nieuws. Met een geblindeerde bril en een tasstok ging wethouder CISO de straat op om te ervaren hoe toegankelijk de voetpaden en wegen in Apeldoorn zijn voor slechtziende en blinde mensen. Koninklijke Visio in Apeldoorn organiseerde deze wandeling met de wethouder in het kader van de Week van de Toegankelijkheid. De Week van de Toegankelijkheid, waarom wordt die gehouden? Omdat er aandacht gevraagd wordt voor alle mensen met alle vormen van beperkingen, zodat mensen zonder beperkingen gebruik kunnen maken van openbare ruimte en gewoon kunnen deelnemen aan onze maatschappij, net als u en ik, zoals we allemaal willen. Is het zo erg gesteld in Nederland? Er is nog heel veel te verbeteren. Er zijn veel mogelijkheden. Er wordt op veel plaatsen gedacht aan toegankelijkheid, maar ook heel veel plaatsen niet. Waardoor je reis continu onderbroken wordt als je een beperking hebt. Je weet niet wat je aantreft onderweg en je weet dus niet of dat je met gemak je eindpunt gaat bereiken. Hoe is dat hier in Apeldoorn gesteld? In Apeldoorn is er absoluut positieve intentie om het goed te doen. Ook hier zien we plekken waar veel geleidelijnen liggen, bijvoorbeeld voor onze mensen. Maar ook er zijn plekken waar het mis is of waar het niet goed geregeld is. Dat klopt. Ja, ik wil niet Apeldoorn als slecht betitelen, absoluut niet. Het uitgangspunt is altijd dat er positieve intenties zijn. Die zijn hier ook heel herkenbaar. Maar de manier waarop je aanpassingen aanbrengt is doorslaggevend voor de bruikbaarheid. Wethouder CISO werd over de stoep geleid naar de kruising van de Stationsstraat en Deventerstraat. De voetgangerslichten bleven te kort op groen staan voor de visueel gehandicapte medemens. Op de markt stuitte de wethouder tegen een geparkeerde bus die van de gemeente bleek te zijn. De vele paaltjes bij de bushalte werkten desoriënterend. Geblinddoekt door een stukje binnenstad van Apeldoorn. Hoe beviel dat? Het blijft eng. Al heb ik maar een heel klein rondje gelopen, het blijft gewoon eng. Je hebt eigenlijk geen idee van wat mensen meemaken met een handicap en nu een visueel handicap, maar ook met de rolstoel, welke problemen zij tegenkomen, wat zij meemaken. Heel goed om je weer te realiseren dat je aan een aantal dingen meer moet denken als dat we misschien normaliter doen. In hoeverre is Apeldoorn bereid om er iets aan te doen? We hebben natuurlijk ervaring met visueel gehandicapten. Het LOERF is allang in Apeldoorn gevestigd. We proberen daar natuurlijk iets aan te doen. Het is ook geen onwil. Ik denk dat het, als wij iets nalaten, onkunde is, niet onwil. Daarom is het goed dat we ons realiseren dat je de wereld heel anders beleeft als je met zo'n bril oploopt en met zo'n stok, als dat je normaliter doet. De vanzelfsprekendheid waarmee ik over het Marktplein loop wordt heel anders als ik de bril opzet, hoor. Geloof ik best. Die ervaring die u net heeft opgedaan, gaat dat de raad in? Ik denk dat het zal moeten, want als ze zien dat ik dat gedaan heb, is ongetwijfeld zijn alle raadsleden benieuwd wat ik nou gevoeld heb. Ik kan me van vorig jaar herinneren dat Paul Blokhuis met een rolstoel een rondje gemaakt heeft. Daar is ook genoeg over gekletst en de ervaringen zijn uitvoerig, zijn ook in wat lacherige toon besproken. Want je maakt natuurlijk blunders van hier tot Tokio. Je kunt dat niet, je realiseert het je niet. Wat blijft hangen is dat we er aandacht aan moeten schenken. En daar hoef je niet lacherig over te doen, maar af en toe realiseren we ons niet wat een fiets op een stoep geparkeerd, wat voor ellende dat kan veroorzaken. De gemeente Apeldoorn wordt redelijk toegangsvriendelijk ervaren. Op de schaal van 1 op 10, hoe staat Apeldoorn er dan voor? Ja, nu stelt u mij een spannende vraag natuurlijk. Het is ook niet aan mij om daar een oordeel over te geven, dus ik zou me daar graag van onthouden. Maar als u me toch iets vraagt, zou ik zeggen, een 7 mag het wel hebben. De ervaringen die de wethouder nu heeft opgedaan worden meegenomen in de besprekingen met de gemeenteraad. In de planningsfase genoeg aandacht hieraan schenken, dat kan echt nog verbetering. Dat is echt nog voor verbetering vatbaar. Je gaat vandaag weer gewoon met de normale bril op rondlopen? Ja, maar sterker nog, als ik die afzet, zou ik ook niet aan het verkeer durven deel te nemen.
Maar met zonbril is het toch een stuk enger.